Het is nu vrijdag en ik zit op een alternatieve stek en dat heeft te maken met de slechte weersvoorspellingen. In ieder geval vanmorgen, vanmiddag schijnt het iets beter te worden. En, afgelopen woensdag was het ook eigenlijk erg slecht qua weer. Ik was op een voor mij bekende stek en het liep eigenlijk hartstikke goed. Ik had al snel twee snoeken en een snoekbaars. Maar goed, ik moest toch vroegtijdig stoppen, eigenlijk al voor de middag. Vandaag zijn de voorspellingen dus vergelijkbaar. Dan heb je te maken met windkracht 6, soms zelfs 7. Ja, en iedereen die een bellyboot heeft, die weet dat je daar meer bezig bent met je boot te controleren dan dat je aan het vissen bent. Dus vandaar deze stek hier heb ik iets minder last van de wind. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden, maar gewoon blijven kijken. Dan gaan we het zien. Dat is een mooi begin. Wat een vis. Niet eens zo lang, maar zo zwaar gebouwd. Prachtig.
toch precies een meter. Lekker. Lekker hoor. Die zitten er ook. Kleintjes zitten er genoeg. Maar goed, elke bijt is leuk.
ze worden steeds kleiner. Wel een prachtig visje. Van kleur. Gaat nog een hele grote worden. Ja, dat was gewoon hard werken vandaag. Want het heeft bijna heel de dag geregend. En met zware buien mee kwamen er stevige windstoten. Kracht 7, soms zelfs 8. En het stroomt hier ook nogal flink. Dus ja, het is vooral boot proberen op koers te houden. En dat is lastig. En dat betekent dat scherp vissen bijna onmogelijk is. Maar goed, ik ben juist naar deze plek toegegaan omdat het hier toch nog net even wat beschutter is als op de open stukken waar ik normaal gesproken vis. En ik denk dat het een goede keuze is geweest. Want uiteindelijk toch verspreid over de dag best wel wat actie gehad. En in totaal 6 snoeken kunnen vangen. Waarvan 5 model kleine stropdas. Wordt er ook weer een meter erbij. Super. En ja, dan ook nog 2 vissen gelost. En dat waren ook kleintjes. Dus daar zit ik ook niet zo mee. En nog eentje gemist. Nou, die was ook niet indrukwekkend qua aanbeet. Dus ja, niks te klagen eigenlijk. En ja, wat eigenlijk wel opvalt is dat dit water over het algemeen een aardig bestand aan middelmaatsnoek heeft. Ik kwam hier in het verleden vaak en snoeken tussen de 60 en de 80 centimeter is wel zo'n beetje het gemiddelde wat je hier vangt. En ja, vandaag, juist in die afmeting, heb ik er in één gezien. En dat is toch wel opvallend. Maar goed, ja, al die kleine snoekjes die de kern gezond uitzien, ja, dat geeft wel hoop voor de toekomst. Dus ja, niks te klagen vandaag. En volgende week, als ik naar de weerapps kijk, dan zijn de verwachtingen eigenlijk de hele week redelijk gunstig. Vandaag was het echt koud, temperatuur 11 graden met een forse wind erop, dus ik heb die lijpe pet weer op. En die had ik echt nodig vandaag. Nou, volgende week gaat de temperatuur iets omhoog. Het wordt helaas geen 20 graden meer, maar we zullen het moeten doen met een graad of 13, 14. Maar er is beduidend minder wind en dat vind ik toch wel heel prettig. Dan kan ik weer naar de stekker toe waar ik normaal gesproken ook kom. En hoe dat afloopt, nou, dat gaan we zeker weer zien.